Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Tuinbon. Op zoek naar een passend cadeau voor iedereen? Geef de Nationale Tuinbon cadeau. Online te koop en ook bij de Jumbo in Grauw. In te wisselen bij meer dan 200 tuincentra voor een mooie plant, kerstboom, kerstverlichting of een barbecue. De Nationale Tuinbon. Welkom bij de 12-uitzending van de Lege Kantine. Een heel soort positieve reacties en we gaan er terug de komende drie weken in de Lege Kantine van GFC. De tweede uitzending van de Lege Kantine. Wij hebben Vos Catering. Sjisse Visser en vrouwtje Vos ben hier aanwezig en die zullen wat vertellen over de pannen van Vos en de GFC Snertaxi. We hebben de keepersschool Ricardo Boscolo aanwezig aan deze tafel en Hessel de Rey, hij is gelukkig weer waarom bij GFC en daar zullen we mooi hem op praten. Welkom Ricardo, een eigen keepersschool al draaien vier jaar lang. Hoe bevalt dat? Het is wel een mooie uitdaging. Ik ben 7 jaar geleden begonnen met een project. Dat was een soort grapje. Ik dacht op een ochtend, we gaan met een aantal keepers hebben een trainen. We zien hoe ver we kunnen komen. Die jongen die vond het hartstikke leuk. Dus ik zei tegen de jongens, we gaan volgende week weer. En die zien we keeper, die werden wel 14. En op een gegeven moment op een zondagochtend waren we met z'n 20. En toen dacht ik, nou, dit is wel de instap om een project van een project, van een droom, een werk van te maken. Dus ik ben in Steens begonnen en langzamerhand ben ik weer verder gegaan naar Leeuwarden. En na die tijd werd ik ook benaderd hier in Grauw voor de trainers van de jongens en van de jeugd. En zo langzamerhand is het een vaste patroon geworden. Ik train de keepers van Steens. Op dinsdag en woensdag zit ik in Grauw. Nee, woensdag zit ik in Leeuwarden bij FC. En kom ik weer verder in bij Grauw. Ja. En train ik daar ook alle keepers. Ja. We liet even een laatste fragmentje zien, was het precies mooi de jeugd op het veld dorst. En hij gaat terug naar zijn positie en dan krijgt hij een bal van mij. Ja! Ja! Komt hij in positie? Pak de bal! Dan probeer aan de andere kant. En hier kan je wel een bal stoppen. Je laat je zo vallen straks. Zo. Zo. Ballen lekker jongen. Een enthousiaste keeperstraining op het veld bij de jeugd. Ricardo, is dat de grote kracht van je keeperskwallen? Ja, ik ben van geboorte ben ik Italiaan. Ik kom uit Italië. Dus straalt passie
Straalt plezier, straalt gedrevenheid. Ik heb wel cursus gevolgd. En zoals het, mijn collega vorige week zei, je hebt er wel een handvat door middel van cursussen volgen. Maar ik vind het dat jij als trainer, je moet je wel vanuit je passie, vanuit je visie, je moet er wel een training geven. En de kinderen die moeten wel merken en voelen wat je doet. Je moet er niet vanuit een papier een training geven, maar je moet er vanuit wel een idee en vanuit een visie. En je ziet het wel dat als de kinderen wel plezier hebben en komen wel graag, dat je wel niet direct, want een keeper die kan je niet in 3 dagen of 3 weken opleiden. Je moet er wel een project van maken van 3, 4 jaar. En na die tijd zie je resultaten. Zie je als Jesse, als Wessel. En dan heb ik nog een aantal die ook ergens anders bij clubs. Zoals in Groningen heb ik een paar. Dus die zijn heel vroeg begonnen. Met 9 jaar, 10 jaar zijn er begonnen. En nu heb ik wel 2 die ook in Groningen trainen. Dan heb ik wel een paar bij Johannes in Sneek. Heb ik er 2 dames die trainen bij de KNVB in Heerenveen. Dus dat zijn projecten die niet direct klaar zijn. Die duurt een jaar of 5, 6 voordat je klaar bent. Ja, de bagage neemt die mooi omdat je zelf keeper was, bist? Ja, ik neem heel veel van mijn vroege tijd als bagage, zoals jij zegt. Maar de tijden zijn wel veranderd. De technieken van een keeper zijn ook veranderd. Je kan niet meer als een soort schietschijf in een goal staan. Vroeger deden ze wel, je moest de ballen tegenhouden. Maar het wereld is, zoals iedereen bekend is, wel veranderd. En je verandert ook in de technieken. Dus je moet je ook af en toe, zoals ik ook doe, naar andere collega's. Ik ben wel de laatste keer in Enschede geweest. Ik ben in Zwolle geweest. Ik kijk er wel wat een andere. En zodoende leer ik ook wel veel van een andere de nieuwe technieken en hoe je moet je de nieuwe technieken ook toepassen. Je moet er niet stilstaan. Nee, de type keeper, dus zoals het is verorie, in welk opzicht? Die speelt het meer mooi als voetballer? Ja, de keeper van nu is het een gezegd van Johan Cruijff, is een voetballer met handschoenen. Dus de keeper van nu is een keeper die wel meevoetbalt, het spel ook zet, geeft leiding aan het team. Proberen wel het gedeelte van voetballen ook mee te doen. Dus hij is voortdurend elke keer in beweging. Hij voetbalt mee en geeft wel een leiding aan een aantal spelers. Dus niet meer passief, maar actief. Ja, hoe zit het dan? Moet ze dan ook de benen hebben van een Van Basten en Van Bergkamp bij Cruijff? Nee, verwacht niet dat een keeper gaat voetballen. En wel als je een bal terugkrijgt, dat hij wel de bal goed aannemen kan. En van links naar rechts de bal kan verplaatsen. En niet dat hij wel mee zich bemoeit met de voetbal. Ja. Maar wel dat je wel in ieder geval de basis heeft om een bal aan te nemen. En een bal terug te spelen, maar niet, verwacht je niet. Of zakelijk is een keeper moet een bal tegenhouden. Ja. Beginnen we daaraan. Ja. Is de tijd verorren dat een keeper is dat een mislukte voetballer? Moest nou echt voor dat vak keeper gaan? Ja, in mijn geval wel. Ik kon er niet voetballen en ik was wel met 10 jaar was ik al 1,70 meter, dus. Ja. Een bal trappen, dat kon ik niet. Probeer het maar even. En zodoende ben ik daar in het circuit van de keepers terechtgekomen. En bij Padua, waar ik ook mijn stage heb gelopen of mijn training heb gevolgd, ben ik daar als voetbal begonnen, maar wou niet. Dus ik ben wel keeper geworden en geen spijt. Dan aan de club GVC, Joost krijgt gewoon Wessel, Meijer, zit nou op goal bij de eerste. Ja, goeie keeper, Hessel? Ja, zeker. Fantastisch. Hele goeie keeper, ja. Laatste jaar een gigantisch groeit, hè? Ja. Dus ja, ik heb vorig jaar net bij GVC spelen. Dus, maar wel wedstrijdje, ja. En, ik speel al denk ik al sowieso niet in mooi, maar hij is heel erg vroeg jong. Ja. Ja. Ricardo, is Wessel, maar ik Jesse echt het voorbeeld van de club, dat is van de groei. Ja, dat is Wessel een
Een jongen die, ik kwam er 3 jaar geleden, wel een gedreven kerel en wel druk bezig. Ja. Heel gedreven, maar ik vond hem wel druk. Dus we hebben wel gezegd, je kan wel goed keepen, je bezet goede technieken. We gaan op de uitstraling aan het werk en een positionering van de keeper was heel belangrijk, want hij stond er wel vaker te veel achter. Mee voetballen, dus we zijn wel vorig jaar begonnen met een project van proberen in ieder geval iets naar voren te staan en een steun te geven aan je achterhoede. Ja. Dus ik zie hem groeien en we zijn nog niet klaar. Dat is een jongen die potentieel hoger zou kunnen dan tweede klasse. Ik schat hem wel hoofdklasse en nog hoger. Ja, maar we worden hem net kwijt natuurlijk. Ja. Ik hoop dan dat hij naar Heerenveen gaat, dat zou wel het mooiste zijn. Maar nee, dat potentie is het een keeper die wel hoger kan en zou kunnen. Dus ja, ik hoop dat hij wel lang hier blijft en dat wij wel jaren en plezier mogen maken, maar waarom niet? Ja, Jesse. Hij mag hier blijven. Je blauwe hersenen, we mogen geen keeper. Nee. Maar dan komt er wel een andere. Ja, wel, dat is ja, we zorgen wel. Dat er, kijk, Jesse was ook een project van een beetje een onzekere jongen, met alle dingen mee bezig, druk in de kop en een beetje wat onzeker. Nou, 3 jaar later is hij wel betrokken bij de eerste elftal. Hij pakt zijn balletjes. Het is nog niet een jongen dat je zegt, ik kan het wel, maar hij is nog niet rijp. Zo moet ik hem wel zeggen, ja. Maar dat komt er wel. Ja, wat ik jonger ook nog. Ja, jong, hij is 18 jaar. Dan hebben we het over Jesse Breusma. Ja. Ik heb mijn Harkema aan de gong gezien, ja. Want hij helpt hij ook met de keeperschool. Hè? Ja, dat vond ik wel mooi. Hij is een keeperstrainer geworden van de keeperschool. Ricardo is een keeperstrainer en de keeperschool is een ander project. En daar heb ik hem betrokken. Hij is nu keeperstrainer geworden en ik stuur hem in maart naar een cursus. Want hij moet zijn diploma halen, maar hij is, elke zondagmorgen is hij weer bij. Ja. Dus hij geeft wel trainingen. En dan heb ik nog een aantal jongens van 17 jaar die zorgen voor de toekomst van de keeperschool. Want de keeperschool is niet Ricardo, de keeperschool zijn de trainers. Die de training geven en ook de visie, mijn visie, wel verspreiden. Ja. Dus, ja. Stekst er een heel soort tijd in, wat ik wel stink naar 3 of 4 jaar hier. Helft het resultaat recuit, hoe noemt ze dat Wanham? Ja. Is er meer talent bij deze club of bij de club West-Trainstien en in Ljouwt? Nou, ik vind het niet omdat ik hier trainer ben, maar ik vind het karakter, de inzet en de passie heel bijzonder. Heel bijzonder. Ik heb een jongen van 11 jaar, ik mag zijn naam wel noemen. Ate is dat jongen en die is met 7 jaar begonnen en nu zie je met 10 jaar, hij is explosief, hij is gedreven, betrokken, wil leren. Hij stelde vragen, dus ook het interactie is heel belangrijk. Ja. We gaan de jongens ook na een training, we nemen de training wel op. Dus we hebben ook een systeem in Leeuwarden, een analysesysteem. Dus we nemen de training wel op en na de training gaan we met z'n allen naar de kantine. Nou kan het niet meer vanwege de corona, maar we doen ook op het veld. We gaan met de camera, we nemen de training op en we gaan even de jongetjes even kijken, het video laten zien. En daar kunnen we wel een gesprek en dan kunnen we kijken waar kan je beter keeper, waar moet je beter. Dat is het, heel belangrijk. Ja, is plezier belangrijk? Ik vind het wel, plezier is het hoofdzaak. Als je dat niet hebt, dan kom je nergens terecht. Je moet het met plezier doen. Ja. Ik heb wel moeite af en toe, denk ik, goh, het regent of het is koud, het is sneeuw. Maar als ik daar op het veld sta, dan is het het probleem van de kou, dan merk je niet meer. Dan heb je plezier en dat gaat vanzelf. Ja, ja. Want dat zeg ik namelijk in Harkema ook. Want ja, wij zijn in Nederland was van allemaal cijfertjes en analyseren. Ja. Maar ik denk dat het plezier, dat straalde in de recruit die de hele keepers kwalen. Ja, ja, dat is wel een kwaliteit. Je moet er wel wat je doet in het bedrijfsleven, of je doet in een keeperschool, of je doet bij een club, of je doet op je werk.
Als je geen plezier hebt, dan haal je je doelen niet. Ik heb altijd een doel. Ik denk het doel, niet een doel, maar een beter maken, beter worden. Dus ik ga ook naar school en ik probeer ook mezelf beter te worden, te maken. Maar je doet met plezier. Ook kost het wel veel tijd en energie, maar je krijgt heel veel van terug. Ja, ik zie die nou snel als ik op de bank zit met de eerste, beheerder. Ja, dat was wel een... Dat in het kader van plezier. Het is ook kijken op zondag wat je op woensdag doet, op donderdag op het veld. Dus dan ga je wel een Wessel of een Jesse, dan ga je hem analyseren. Ik ben wel bijna elke zondag op het veld, of zaterdag. Dan kijk je wat onze jongens doen. Dus dat is ook interessant als jij denkt, nou ja, een training is een training, maar een wedstrijd is een andere. Gedeelte van de keeper, dan zie je echt wat door de week doen, dan zie je op een zondag. Ja. Dat is wel belangrijk. Is de hoofdjeugdopleiding die we vorige week in de uitzending hadden, is dat ik een stapje verder wat je combineren kan met je keeperskwalen, maar de hele club? Ja, het is een samenwerking van meerdere gedeelten van het voetbal. Dus als je zo iemand hebt, zoals nou een nieuwe erbij is gekomen, dat is heel interessant, want ik heb hem kort gesproken en heb ik gezegd, die verdienen wel iets meer aandacht. Ja. Dus daar is al de stap gezegd tussen twee losse gedeelten van de club die wel ineen moeten smelten. En dat is heel belangrijk. Ik vind het een prima idee. Een persoon, het is een persoon die tussen de partijen staat, maar toch iets kan neerzetten. Dat is heel belangrijk. Heel goede ontwikkeling voor de club. Ja. Je moet juist wat je zegt, de lijnen uitzetten vandaag en over 3 jaar komen de resultaten, zie je nou op het veld. Dan zijn we al jongens van 19, ja, dat is de toekomst van de club. Ja, ja. Ik kom aansluiten bij die waarom, want we hier een oproep gedaan om wat interactief mee te doen. We hebben het vragen binnenkrijgen via e-mail van hem, dus daar kom je op. Super. Maar we gaan eerst even naar onze cateraar, de sponsor Vos Catering van de voetbalclub al sinds jaren. En dag vrouwtje, goeiedag. Ja, raar je vrouwtje, hè? Ja. Maar ja, we moeten wat bedenken, dat heb ik dien. Dat is de pannen van Vos. Onder het motto samen eten is wel zo fijn. Want mensen hunkeren deze tijd toch echt naar gezelligheid bij elkaar zitten. Nou ja, daar is dit uitermate geschikt voor. De pan die doet zijn werk. Na 25 minuten heb je gloeiend hete hapjes. Dit is de partypan. Die kun je ook gewoon bestellen bij ons in de webshop. Of je kunt mij altijd bellen. En het slaagt gewoon. Ja, wat dat hier keurig regelt, de webshop, de website, kist het bestellen en dat volgens mij een dag voor het niet. Nee, dat hebben we inmiddels al aanpast, want zie je maast die zelf een beetje. Ja, wat? Dus hij bent Nicolai, bestellen moet dat 4 uur 's middags. Ja. Je kan dat goed. Nou ja, daar hebben we dan al op ingesteld. Ja. Dan zult hij het checken. Maar ja, het gaat op het heden al heel goed. Wat je mooi bij je bedrijf in je rug te hebben, je komt er met de auto aan, je hebt de grote overheid door, Iepen, ja. En ja, je hebt daar oren mee. Ja, het is een hele veilig, het afgiftepunt is eigenlijk zware gewoon boeten. Ja. Sinds heel wat jaren doen we al de snertactie. Ja. Helaas kan die net terugkomen op een huidige vorm, maar je hebt het oorzuit van, hè? Ja, want we gaan nog de flyer in en de verkoop is op vrijdag 6 november. En zondag november bij de Jumbo. Net in de Jumbo, bij de ingang van de Jumbo. Dus je hebt een stand. Flyerje. We zien je trouwens nog een meisje die heel zoen nog rennen wil in deze tijd. Die kan zich melden bij de sponsorcommissie. Bij Klaas Siderius. Maar hij zei, ik haal wat oorzezingen. Ja, en daar kun je ze bestellen bij de Jumbo? Nee, dan kun je het gewoon keepje. Oké, okay, dus je moet... Een dus, maar iedereen moet wel even weten... He, dat het de keep is dan die en dat weekend. Ja, je mag. Zij zo'n november. Ja, je mag meest kunnen hebben om te flyeren. Ja, van GVC, want het is uiteindelijk van GVC. Ja, nou die ben er natuurlijk, die komen van de week het telefoontje. Ja, meestal mijn al je graag rennen, dus maar ze met even een weekje mijnen. Daarom, thuiswerk is leuk, maar je moet ook eens even een oerkoor loeren er tenuit. Jesse van Dij, ja, kok in deze tijd. Moeilijk denk ik, of net? Nou ja, het is een beetje aanpassen, hè. We moeten nog een beetje oors bereiden en een beetje oors denken. Dus toch creatief bloeien. Dus, maar dat is wel oors. Ja, en dan ben je mijn bedrijf die altijd wel wat ontwikkelingen. Want ik zie dat ik waardebon, te goedbon lezen, is ik naai, hè? Ja, dat klopt. Ja. Dat is de bedrijven die iets oors willen, zeg maar. En die toch ik aan de lokale
meeste tanken, zeg maar, die zei van, dan wil ik iets aan de werknemers dat ze dat kunnen besteden, zeg maar. Dus, en dat weer dan via voor de gemeente weer dit. Nou, en dat sloeg best aan, dus dat weer een leuke ja, actie. Alle jongeren uit Riedegriersleden hebben een bon kregen. 64 maar even. Ja. Nou, daar zit de ondersteuning direct ja. bij. Maar ik is er met cadeau aan. Dat bedoel ik, hè? Daar ook dat aan. Hoeft net per se via een bon, dat kan ik via de webshop. He, bij notities vermeld even, meneer Miedema met even INH, of dingen die hij dat iets hebt. En dan verrassen we die. Ja, dit is ik, nooit de crisispakketten, dat is zoiets van, hey, ja, dat kan op een post. Goed kennen. Dan je hem hapjes pan, ja, wat voor soorten zit erin, vrouwtje? Nou, er zitten acht soorten in. Twee soorten saté, runderballetjes, spareepjes, drumstickje gelezen en wat een pittigere saté. En als je dat bestelt, er zit officieel ook nog broodjes bij met salade. En dan zit je op tredje 4,900 per persoon. En je kunt al van 2 personen bestellen. En je helpt compleet die pannen bij een ja, mooi? Ja, je krijgt de pan uit mijn huis. En er zit het vlees in? Ja. En het enige wat je hoeft te doen? Je maakt onder stroom. En na 25 minuten kun je zelf samen smikkelen. Ja, een fantastisch concept, ja, ik zei ze. Daar ben ik heel blij mee. Ja, en het rent ik? Ja, alle dagen rent het erop. Ja. Dan Jim Christ, ja, die zal ik ook worden, denk ik. Ik ben er vol voor. Ik zit er vol bom, vol ideeën. Ik get echt middels door deze pan, omdat het kleinschalig is. En voor grotere groepen ben er eigenlijk net, maar nee. Mijn Christ ging wel vanuit hè, dat meisje nog met 6 tot 8 personen een biel kon zetten met je. Ja. Nou, en daar hebben we, dan brengen we het alsnog, zouden we het vroeger dingen in zwaar om shaving dishes. Ja. Maar ik ben klaar voor de Christ. Nou, fantastisch concept. Ja, ja en die snert natuurlijk, hè? Ja, de snert. Die zit ook in de webshop. Iedereen ja. Wappert even aan. Even blokje om, wie helpt even aan met de snert. Nou, gezellig. Ja. Ja. En het is ben je al, we hebben de snert ontkoken, want ik ja, heb mijn foto's herinneren. Ja, we hebben al, dus we hebben al een aardig voor het steen. Want ja, ons krijgen we echt voor een ander schema. Dus we maken al iets beetje, maar dan ben we er. Dus dat lukt wel voor de tiert. Ja, dus 6 en 7 november, de snertactie. Ja. En met de Christ hebben we een heerlijke hapjespan. Ja. Hele leuke initiatieven, fantastisch. En ja, we moeten elkaar wat helpen, de lokale ondernemers. Ja. We gaan weer waarom bedankt eerst. We praten eerst nog even. Naar Ricardo. Hoe vier was het game met de grote talenten, Ricardo? Wat is dit doel? Nou, het doel is het je visie verder breiden. En breiden bedoel ik meer keepers betrekken bij de training van de keeperschool, waardoor je misschien wel het talent vindt. En een clubs blij maakt met een keeper die misschien wel in aanmerking komt voor het eerst of misschien nog hoger. We hebben wel net daarover gesproken, er zijn een paar die wel verder gaan dan een club. Maar ik ben al 56 en ik wil wel nog een aantal jaren verder. Ik denk wel nog wel 6, 7 jaar verder. Maar als je plezier hebt en je doet met z'n allen. Nou ja, ik ga nou geen datum aan vastprikken wanneer ik de handschoenen aan de muur hang. Nee, dat mag ik niet. Dat gaan we niet doen. Dat is prima. En zolang de mensen mijn werk leuk vinden. En zolang mensen komen en zolang de mensen mij willen, dan stel ik me wel beschikbaar. We nemen een sprongje van keeperstrainer naar speler van het eerste Hessel van Rij, Wolkom. Dankjewel. Een warm bad, fijn dat je weer om bent. Ja, dat vind ik zelf. Ik ben natuurlijk even een Ierke futwest. Nou, Ierke is verkeerd. Jelle iets langer in Jelle hier, want corona kwam natuurlijk om de hoek. Waarom ben je erin gewoon? Nou, ik vond toch het sneeuwvoetbal heel aantrekkelijk. Dus ik ben zelf fanatiek sport van Heerenveen. Op sneeuw is vaak wedstrijden. Dus ja, dat zou ik dan ook missen met. Hè. En dat zou ik wel heel jammer vinden. En op sneeuwsvoetbal zoek ik zelf, denk ik, dacht ik dat het gewoon beter voor mij was. Ja. Ja. Maar ben je weer waarom? Ik ben weer waarom, ja zeker. Ja. Waarom? Nou, ik ben er achter kwam. Jezus is natuurlijk, daar ben ik heel veel vrienden. Hè, ik heb natuurlijk eerst zelf bij Jezus voetballen. Maar dan komt u er duizend? Ik kom uit er duizend met. Dan heb ik, tot de eerste is deel ook bij Jezus voetballen. Ja. Toen ben ik samen met Jurien Poort. Ben ik in de Grauwte gong. En toen naar de Aas, laatste jaar Aas ben ik ben niet eens met de gong. Maar ik ben al bij Verom. Ja. Ja. Wat lukt het je om bij Verom te gaan? Ja, toch het niveau, accommodatie. Ik heb het eigenlijk nooit snapt.
Voornamelijk wie ik wel echt het sneuvelsvoetbal. Ik wil graag sneuvels lekker op stap. Dat vind ik toch wel belangrijk. En het voetbal wat ik al zei, voor Heerenveen is belangrijk. Maar ja, ik ben achter kwam accommodatie en het niveau is toch wel echt wel een groot verschil. Ja. Dus ik ben echt een fanatieke speler, dus hier ken ik dat meer uit. Dus, zeg maar. Ja. Vooral van Zuidstad al, van de deze als speler, heeft hij het hele jeugdtraject hier mooi maken. Ja. Heeft al die vrienden, ja, je hebt Jerik de vrienden natuurlijk. Ja, eigenlijk zeg ik nou al mijn vriend Jerik, en Jeruzalem, hier smikt steeds nog. Ja. Nou, ik ben begonnen bij mooi Bastiaan en ja. Niels, dat wie een Zeetjes leuk. Bastiaan Beintema. Ja, Bastiaan Beintema. Toen volgens mij in de base kwam Bastiaan en Niels, en in de A's Magellof. Ja. Ja. Ja, echte vreugde ploeg heen, hè? Ja, zeker. Ja, ik voetbal zelf, denk nou, voetbal nou sowieso niet al bij je GVC. Dus ik voetbal je al sowieso niet meer dezelfde jongens. Dus de bouw is natuurlijk ook een baan op mooi die jongens. Dat is heel mooi. Ja. 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 Ja, en dan in de eerste. Ja. Hoe gaat dat? Verschillende trainers hoor. Dit is mijn eerste hier bij GVC, dus de Rob is mijn eerste trainer. Ja, maar daarvoor? Daarvoor, ja, verschillende trainers, ja, en Rob bevalt hartstikke goed, vind ik. Fanatiek, te volle bezig met conditie, vind ik belangrijk. Ja, dus juist vaak, nou, oude wedstrijd, dat we in de tweede helft echt, tegenstanders oorinnen, net per se, maar juist gewoon dat onze conditie gewoon heel goed op peil is. Dus ja. Dat vind ik hartstikke mooi dat hij daar goed mee bezig is. Je oren trainers die. Ik heb het zelf net mooi gemaakt omdat ik toen net in het eerste zie. Maar van oren spelers heb ik wel Jert die daar echt een stuk minder mee bezig is. Ik denk dat de conditie toch wel heel belangrijk is in het voetbal. Ja, binnen training in je oors als in Jesse, maar ja. Koos is voor mijn trainer, hè? Ja, het zeker. Nee, Koos net. Nee, die is stopt. Nee, het is natuurlijk een heel hoge intensiteit. Plezier is die Jerik voorop, maar daar is natuurlijk nog wel correct iets meer. Correct iets minder serieus. Dus dat is niet erg, want het is vierde klas. Dus, en hier is natuurlijk wel meer van je verwacht. Ja. Dat, is, dat vind ik net erg, want dat ben ik zelf ook van, het trainen. Gewoon alles altijd 100% Jan. Ja, nee, dat is zeker. Ja, zeker. En daar terug ontwikkelt hij zelf, denk ik. Ja. Als je mooi 50% training in Gies, dan wist ik net beter. Dus, vrij naai team, zo'n 8 naaie jeugdspelers erbij. Maar je hem nog contact groeien of zo, we pakken het wel vrij gauw op. Nou, ja, ze is wel dat de eerste training hem ombiedt, dan moet je gewoon een keer wennen natuurlijk. Het zijn jonge spelers, Luc en Lammert en iedereen hebben gewoon hier al in het eerste spelen. Ja, Luc al wat langer natuurlijk. Maar het is wel wennen als je op vanuit de A's gelijk op een redelijk heeg niveau instappen mist. Maar ik vind. Dat we dat echt goed oppakken. Ja, laatste wedstrijden, strijden voor record, combinaties. We zijn op zich redelijk al gewoon op elkaar inspelen. Ik ken altijd beter natuurlijk, maar dat ging tot nu toe prima, vind ik. Ricardo, wat wie in beeld van de wedstrijd die Sean heeft? Ja, dat was juist wat jij zegt. Blijf verrast. Een week of twee geleden zat ik hier op de bank. En ik had wel een beetje een idee van de voorgaande jaren. Wat was slordig, wat timide. En viel direct op de inzetten, de passie, maar ook het team. Het team als elf spelers die samen willen vechten. En niet gretig. Jong team. Jong team, maar toch een soort van, wij willen wel verder. Wij willen wel verder bouwen aan ons team. En je zag ook wel met de tegentreffer. Dat het toch zeker van karakter en dat straalde wel uit. Ik vond het, ik was echt onder de indruk. En voornamelijk jij zelf. Ik ken hem niet, maar ik heb het zo net ook gezegd. Ik zei, poeh, complimenten en een manier waarop, positie en coachen, dat zat er perfect uit. Ja. Dus ik ben er wel echt blij. En, ja. Het is wel wat door de positie kregen. Ja, eigenlijk mijn hele leven haast, heel leven sinds ik voetbal ben ik eigenlijk middenvelder best. Ja, het werken. Het werk inderdaad. Volle bal voorover, vieze meters, alle gatten tegenrennen. Speelt hij verliezen. En nu ben ik natuurlijk op een linksback en is het wel wat anders. Dat soms positionering, dat is wel soms zie je een buitenspel zetten, zulke dingen.
ja, dat ken ik allebei nog beter, omdat ik ben wel een speler die ik wil graag vooruit voetbalt. Ja, als linksback stiert, is dat soms ook gevaarlijk. Dus het is goed om die hinder in bij de tegenstander stiert. Ja. Ik ken natuurlijk Luc, die er achterin stiert. En Derek goed in ondersteunt, Max. Ja, maar we hebben net zelf volle linkerspielers. Nee, klopt. Ja, ik ben ook linksbenig. Ja. Dus dat komt ik goed uit. Ja. Ja. Dus dat gaat prima, vind ik. Ja. Het is een team die wel, nu nog niet, maar ik denk dat wel over een aantal jaar wel tot een verrassing kan groeien, vind ik. Als iedereen bij elkaar blijft, inderdaad. Ja, ja. Het doel van dit jaar is het gewoon bijblijven. Misschien iets meer, maar ik denk dat wel dit jaar niet, maar volgend jaar misschien wel meer. Ja. Ik zou al wel hier een oproep kunnen om wat vragen te krijgen. Ik heb daar een vraag binnengekregen naar Hessel. Hoe is het met die tattoo, vroeg Demi? Vroeg Demi, ja prima. Prima. Hij zit er sinds 10 jaar op. Dus, zo? Ja, ik ben er heel blij mee, gelukkig. Want als ik net blij moest zijn, zou het net best zijn. Nee, redelijk aanwezig mag ik zeggen. Ja, hij valt wel op. Ja, zeker. Maar, ja, van waar deze keuze? Wat voor tattoo is het? Ja, het is een tijger. Tijgerkop. Ja, een tijger. Strijders ben vaak ik, strijders. Ja, strijders. Dat is net per se de insteek. Maar waarom zou helemaal door de linkerhoorn? Ja, ik vind het mooi. Ja. Dus, ik heb een tietje hier een uitspraak staan en ik heb hem gewoon satellieten. Ik heb ook goed en nooit dacht, het is natuurlijk net samen wat. Ik draag zo'n heel leven beide natuurlijk. Maar ik heb er geen speed van en ik vind dat gewoon heel mooi. Dus, korte mouwen. Daarom. Korte mouwen. Ja. GVC, korte mouwen nou, dus dat ken ik een mooi show, lid elke wedstrijd. Ja. Ricardo, ik heb een vraag van jou, van René. Wat vind je van het niveau van de keepers bij GVC? Van de keepers, ik ben wel, persoonlijk ben ik wel zeer tevreden. Het niveau is wel hoog. In de zin dat ze wel willen leren en willen aannemen en dat ze wel luisteren. Ik kan wel een visie geven, een idee geven en af en toe gaan we ook weer in gesprek. Nee, zegt de trainer, ik zou op deze wijze. Nee, zeg yes, ik doe op deze. Dus het willen is er wel en het niveau is wel, ik ben echt zeer tevreden. Ik ben met, 4 jaar geleden hier gekomen, het niveau was wel redelijk goed. Zeker niet dat ik alles heb gedaan, de jongens die doen het zelf en dat is dankbaar werk. Ja. Ja. Nou, van mensen die het joggen, je kunt vragen in de sturen naar vvvgvc@gmail.com. Willem, had ik nog een vraag van die Hessel. Hoe is de sfeer op de training? Ja, goed. Ja? Goed, ja zeker. Nou, ik merk wel dat iedereen mooi plezier naar de training geeft en ik naar de trainingen plezier mooi kan hebben in de box. Misschien ook ken het net meer, maar naar de tijd vaak bevreden te drinken en een bierke mooi hoor. Voor mij is de sfeer, ik was Oost West, heb ik vernam. Met Jenlin weer dat net altijd, hè. We zien wat groepjes in het team. Ja. Maar ik merk wel dat echt iedereen een goed maker is en dat is wel belangrijk, vind ik, dat het echt mooi hoor in je team is en net dat het in groepjes vormt, zeg maar. Is sfeer voor jou belangrijk? Ja, sfeer is heel belangrijk. Ja, zeker. Ja, ik ben wel in. Ik ben heel. Ja, voetbal is natuurlijk heel. Dat is heel leuk, maar ik vind ik het plezier ziet ik wel voorop, vind ik. Ik heb er wel. Ik begin al eerder met het keeperstrainingen, dus ik begin wel zo'n 3 kwartier eerder dan hun. Dus eigenlijk ben ik wel eerder klaar. Ja. Maar ik blijf er wel meestal wel een half uurtje wel bij kijken. En, omdat het dus nu heel veel plezier en ook je ziet het, het is geweldig. En interactie met de trainer ook. Er wordt getraind, hard gewerkt, maar er wordt gewoon tussendoor een grapje gemaakt. Ja, en er is ruimte voor. Grapjes inderdaad. Natuurlijk een jong team. Hè, dus, aanvoelen. En dus de trainer is het een belangrijke schakel. Maar de jongens, en voornamelijk de jonge jongens, die zijn echt betrokken. Dat vind ik het compliment. Ja. Ja, zeker. Dus ik blijf wel meestal wel een half uurtje langer. Ja. Boukje vreek het nog even aan Hessel. Wat is die favoriete positie? Mijn favoriete positie is wel middenveld. Ik linksback heb ik een heel leven, sinds voetbal heb ik spelen. Ja. Dat is mijn eigen voorkeur, maar ik ben natuurlijk
blij dat ik gewoon volle minuut mooi ken en dat ze mij op linksback nodig hebben. Maar dat is ik best. Ja, ik vind ik een leuke positie. Alleen als ze mij vragen dat mijn voorkeur is links mid wordt. Oké. Ja. Maar wij hebben natuurlijk een heel goed middenfield dat er goed steert. Dus, ja. Maar ik ben blij dat ik op linksback nog volle minuut mooi ken. Dus daar ben ik heel blij mee. Het begint lekker te roepen, vrouwtje. Zeker. Want het is 24 minuten. Nou, ik ongeveer denk dat we er haast wel op zitten. Ja? Dan is de pannen van Vos. Eens even. Hey. De pannen van Vos ben klaar na 24 minuten, Ricardo en Heifel. Ik zal je hem er even maar verblijden. Ja. Nou, dat is fantastisch natuurlijk. Toch Vos catering. Is favoriet? Zo'n november is net actie hebben. Mooi, en ja. De pannen van Vos kun je natuurlijk via de voscatering.nl website bestellen. Ricardo, weer nog een vraag van Dij. Wat is de beste keeper van Nederland? Nou ja, dat zou ik wel zeggen. Dacht ik ook. Nou, dat zijn er wel misschien wel een paar. Maar die gaan meer met de jonge keepers. Ik zie die van Bijlo van Feyenoord. Ja. Dan is een jongen van 20 jaar die wel in potentie een topkeeper kan worden. En ik zie die van Enschede, hoe heet die weer? Drommel. Dat was wel een twijfelgeval vorig jaar. Hij heeft het rust gekregen en nu zie je resultaten door middel van rust en normaal doen, dan is hij wel een goede keeper. Dus ja. Ik zie die twee keepers. Dankjewel. Alsjeblieft, ze van Vos Catering een heerlijke. Heerlijk. Dus dat zijn een paar keepers. Dankjewel. Ja, just dan bij de samenvatting en ik altijd nooit speciaal naar de keepers. Ja, ik kijk er wel vaker naar de prestatie van de keepers, waar ik denk, kon beter, waar stond hij. Dus dan neem ik wel af en toe bij de keeperschool op een zondag wel wat trainingen mee of wedstrijden. En dan zeg ik tegen de jongens, kijk, wat kon beter. En zo ben je altijd, dus eigenlijk, je bent 24 uur met het vak trainen, keepers bezig. Ik ben nu al nog gaande voor morgen, voorbereiden voor morgen. Nou, gisteren voorbereiden voor dinsdag, dus ik schuif elke keer een dag verder. Ik ben ongeveer 24 uur per dag met het vak bezig. Ja. En door Hessel? Mooi voetbal? Ja, door voetbalsporten? Ik fitnessvollen. En, maar ik ben er wel zeker wel volle mee bezig. Ik zeg graag voetbal. Ik denk wel elke dag wel eens aan voetbal, inderdaad. Ja, waar was het naar toe? Wat is in het tijdspad? Ik wil gewoon mijn basisplekje behouden. En wat ik nou mooi heb in het eerste team. En ik wil natuurlijk op linksback wil groeien. Ja. Ik wil nog stappen mooitje zelf beter willen ontwikkelen. En ik denk dat het wel goed komt. Ja. En, ik wil nog lang voetbal in blauw in ieder geval. Ik denk dat we mooi dit team nog mooi jaren beleven kunnen. En dan hebben we ook nog wel onderdeel onder maatje. Het mag 24 jaar stoppen? Nee. Nou, als je dat zie je nou wel, maar dat weet je dan. Hè. Maar ik denk dat ik nog wel zien. Zolang ik voetbal ken, wil ik wel voetbal in blauw. Ja, want ik vind het gewoon heel leuk om te dwalen. Dus, zolang ik het leuk vind, dan blijf ik dwalen. Als je een gamer denkt van, krijg ik geen plezier meer in of zo, dan moet je stoppen, denk ik. Wat een rare tijd. Je trainen waar je vreet jongens? Ja, geen wedstrijd? Nee, shit. Het is wel, zoals juist heb ik traind, wens ik. Het is wel wat natuurlijk. We hebben een groepje van jou en nou, dus geen partijtjes bijvoorbeeld. Nou, partijtjes is altijd wel, denk ik, leer ik het meest van, partijspel. Ja. Ja, dat is wel jammer dat dat net kan, maar ik vind het wel belangrijk dat wij onze bouwgevoel, de conditie, wel gewoon een pijl horen kennen. Ja. Dus ik ben lang blij dat we iets ervan kennen. Ja, maar ja, zondag 18 november, wanneer is ik de eerste wedstrijd wel? 24 november? Dat weet ik zo net. Ja, zo net. Dus ja, daar zit wel 3 of 4 weken tussen natuurlijk dan, hè? Ja, zeker. En daar kan je hem dan motiveren tijdens de training? Ja, het is, ja, het is wel. Vaak, als je sneus voetbal, dan kun je op vreedje en dan echt zin, dan kun je er echt op voorbereiden. Dat is nou voor oors. Dus, we hebben ook gewoon een fanatiek team. Dus nou ik op training zie we gewoon dat iedereen wel serieus traint. En we gewoon nog steeds zelf verbeteren, ik in deze tijd. Zeg maar.
Ja. Moeilijk vind je Mick als keeperschool? Nee, voor ons verandert niet zoveel. Want meestal is een keeperstraining met, je doet met 3 of 4 keepers. Dus, zoals afgelopen woensdag hier in Grauw waren we met z'n 4 en ik erbij en past precies. Dus, en de keeperschool is ook geen probleem, want wij trainen keepers tot 17 jaar, dus daar is ook geen enkele probleem. Wij gaan gewoon door en we merken niet zoveel. Alleen maar dat wat mijn collega hier zegt, dat is wel lastig, want je werkt naar een wedstrijd toe en nou is het een training en dat is hem. Dus dat is wel een onderdeel wat je denkt, je moet ze wel motiveren, want en dan? Vrijdagavond en dan? Dan moet je volgende week woensdag weer komen en dat is wel lastig. Ja. Het is wel dat de concentratie is, maar op het begin heeft iedereen een mooi trainingsjes, juist direct om game met een uur en dan wordt de concentratie ooit minder. Vaak doen we het ooit door je partij speelt, dus dan had iedereen een mooie lekkere partij zien. En als je dan merkt, de scherpte niet wel iets van nou, maar dat denk ik wel. Dat denk ik gewoon, dit is wel normaal. Ja, ik vind het ook. Je merkt het wel na 3 kwartier, een training is een uur, een kwartier. Maar dan merk je, zoals afgelopen woensdag hier, dan gaat het wel een beetje zakken qua willen. Ja. Inzetten, dan laat het een beetje los. Dan heb ik ook gezegd, ik zei, jongens, kom op. Maar ja, daar is geen wedstrijd. Bedankt dat je me hier in uitzending weer, de 2e uitzending van de Lege Kantine. Volgende week ben je er weer. Vos Catering, ik tegen tank zon en 8 november bij de Jumbo de snertaxi. Heb je vrouwtje, daar maar weer een paar vrijwilligers voor hebben. Nee, voor de flyeren. Voor de flyeren, ja. Klopt. Dus die meld is om bij Klaasje Deris op een website. En de pannen van Vos, kun ze bestellen via Vos Catering.nl en dan krijg je een heerlijk hapje. Bedankt dat je me hier onwijs gewoon. Hartstikke leuk. En graag van horen wieken de 3e uitzending dan van de Lege Kantine. De Nationale Tuinbon. De groenste cadeaukaart van Nederland.